Ik ben Maaike Drudder, ik ben 26 jaar en ik woon in De Klinge, een deelgemeente van Sint-Gilles-Waas. En ik ben voor CD&V verkozen als nieuw parlementslid. Buiten dat ben ik ook nog burgemeester van Sint-Gilles-Waas sinds 1 januari. En dat combineer ik met de bevoegdheden jeugd, onderwijs en financiën. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik ben al een aantal jaren actief in de politiek, eigenlijk vanaf dat ik afgestudeerd ben. En ja, met dan ook eerst in de lokale politiek heel actief te zijn als schepen en nu sinds 1 januari als burgemeester, interesseerde mij ook wel de nationale politiek en was ik ook wel heel blij dat men vanuit CD&V mij gevraagd heeft om ook op de lijst te staan in mei. En daarom heb ik dat ook met vol enthousiasme gedaan en ben ik toch blij dat ik hier vandaag kan zitten als Vlaams parlementslid. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Het was een heel spannende avond. In de namiddag heb ik eigenlijk een beetje tijd voor mezelf genomen. En heb ik thuis een paar andere dingen gedaan om mijn gedachten een beetje te verzetten. En dan vanaf 4 uur zijn wij eigenlijk naar een plaatselijk café gegaan met de CD&V van Sint-Gilles-Waas om daar de resultaten te bekijken. De eerste resultaten die dan binnenkwamen waren niet zo positief voor ons als partij. Ik kreeg dan ook al het telefoon van TV Oost, waar ik dan samen met Leen Dierik naartoe ben geweest om een eerste interview te geven op basis van de resultaten die al binnen waren. En nadien zijn wij terug eigenlijk naar de bijeenkomst geweest waar iedereen dan zat te wachten. Het werd dan 10 uur, 11 uur. Soms stonden we dan ineens op 3 zetels, dan terug op 4 zetels. Voorkeurstemmen kwamen binnen. Het was een heel spannende avond. Uiteindelijk zijn we dan om 1 uur toch maar naar huis gegaan. We hadden eigenlijk nog altijd geen definitief resultaat van ben ik er nu bij of ben ik er nu niet bij. En het was dan eigenlijk om 2 uur 's nachts, als ik juist in mijn bed lag, dat ik eigenlijk volgens de media dan berichtjes kreeg ook, dat ik toch verkozen ben, omdat dan ook alle stemmen binnen waren. En waardoor ik dan eigenlijk uiteindelijk boven de 5e sprong en dus de eerste 4 waren verkozen. Dus om 2 uur 's nachts was het eigenlijk pas duidelijk. Dus iedereen was dan ook al weg, maar ik heb dan 's nachts toch veel berichtjes gekregen en 's morgens vroeg dan ook. Dus dat was wel een leuk moment, maar het was toch een spannende dag die niet goed was voor mijn gezondheid ook en voor velen van ons die toch wel heel zenuwachtig waren. Maar uiteindelijk was het dan toch 's nachts beslist. Bent u tevreden met het resultaat? Dat is een heel dubbel gevoel. Persoonlijk ben ik wel blij met mijn resultaat. Ik had niet gedacht om zoveel stemmen te halen, dus daar was ik wel heel blij om. Maar de partij heeft het natuurlijk minder goed gedaan. Dat was diezelfde avond een heel dubbel gevoel. We hadden eigenlijk niet gedacht dat de resultaten zo gingen tegenvallen. Maar goed, wij zullen dan nu ook bekijken hoe we dat in de toekomst zullen aanpakken. Maar ik denk dat het wel een les is waaruit we moeten leren naar de toekomst toe. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ja, het is allemaal heel nieuw. We hebben toch de laatste dagen hier al een paar keer vergaderd. Dus het gebouw begint mij toch al een beetje eigen te worden. Nu naar frequentie van vergaderingen en zo, commissies moeten allemaal nog verdeeld worden. Dus die informatie moeten we nog krijgen. Dus dat is nog spannend. Maar natuurlijk, het zal een zware job zijn. Ook omdat ik het ga combineren met burgemeesterschap in Sint-Gilles-Waas. Maar goed, ik ben er volledig klaar voor. En ik denk, mijn uitdaging is toch wel om hier een goede 5 jaar te kunnen beleven en meemaken en hard werken. En dat zal ik dan ook mijn uiterste best voor doen. Ik ben ook al een aantal jaar schepen van onderwijs, jeugd en financiën. Dus het is logisch dat die drie thema's mij enorm boeien. Maar ook mobiliteit vind ik zeer interessant, aangezien ook onze ligging, Sint-Gilles-Waas, ook wel te maken heeft nu bijvoorbeeld met de Oosterweelverbinding. En dan kan dat toch ook wel een belangrijk aspect zijn voor onze gemeente. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ja, zoals ik al gezegd heb, ben ik ook sinds 1 januari burgemeester van Sint-Gilles-Waas. En ik ben uiteraard bereid om die twee functies te combineren. Alhoewel dat ik zelf ook wel weet en besef dat dat een zware job is, die twee functies samen. Maar ik vind het ook belangrijk, en heel belangrijk zelfs, om ook op lokaal niveau de bezorgdheden van de mensen mee te kunnen brengen naar Brussel. Dus ik ben ervan overtuigd dat het wel een meerwaarde is om ook als burgemeester hier in het Vlaams parlement te kunnen zetelen. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven?
Ja, ik heb het geluk om nog geen kinderen te hebben. Ik ben ook nog alleen. Dus ik heb ja, toch wel het geluk om nog naar geen gezin te moeten omkijken. Waardoor dat toch wel mijn agenda toelaat om een aantal zaken op een dag te kunnen combineren. En waardoor het eigenlijk ja, toch wel niet echt uitmaakt voor mij wanneer ik ook thuis ben. Maar natuurlijk, het is wel zo dat ook mijn vrienden hier soms wel eens onder lijden. Ja, er zijn wel momenten dat ik niet op een afspraak kan zijn. Zij hebben daar natuurlijk ook wel alle begrip voor, want zij weten ook wel wat voor een zware job ik uitvoer, maar ik probeer toch af en toe tijd te maken om toch met hen ook iets te doen. En dat zal in de toekomst zeker ook vaste momenten in mijn agenda krijgen. Dat vind ik ook wel belangrijk, om daar toch tijd voor te maken. Mijn opa is ook nog burgemeester geweest van Sint-Gilles-Oise. Zij was ook in de politiek heel actief. Hij heeft zelf ook wel eens deelgenomen aan de verkiezingen voor het Vlaams parlement, maar ook was niet verkozen. Dus hij vindt het nu wel een hele eer dat ik dan als kleindochter nu wel verkozen ben in het Vlaams parlement. Hij was hier ook bij de eetaflegging aanwezig, dus samen met nog een andere ereburgemeester. Dus voor hem was het toch, of is het nog altijd een heel speciaal gevoel. En ook mijn ouders en mijn zus zijn toch wel trots op deze prestatie. En zij weten ook ja, dat het niet altijd gemakkelijk zal zijn, maar zij steunen mij toch wel volle 100% in dit project dat ik nu onderneem. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ik vind het heel belangrijk om te luisteren naar de mensen en om klaar te staan voor de mensen met problemen en bezorgdheden dat zij hebben, klein, groot. Ook als burgemeester probeer ik die bezorgdheden mee te nemen. Dus ze mogen mij zeker afrekenen als ze vinden dat ik niet genoeg geluisterd heb of dat ik toch niet genoeg gevolg gegeven heb aan hun problemen. En ik zal ook proberen om hier in Brussel zoveel mogelijk dingen mee te brengen van het lokale niveau. Maar zeker als ik dat niet gedaan heb, mogen ze mij daar wel binnen 5 jaar op afrekenen.